Maar eerst, de familie Hazes is dus niet de enige die in strijd om de erfenissen via de rechter uitvecht. Ook de familie van Jan de Bouvry. Zijn twee oudste kinderen uit een eerder huwelijk staan lijnrecht tegenover Monique de Bouvry. Zakenblad Quote heeft de rechtbank documenten ingezien. Jan de Bouvry had 4 kinderen en 2 daarvan zijn ontevreden over het deel dat zij krijgen van de erfenis. Ze hebben er nu samen 2,6 miljoen extra. Ze hebben beslag laten leggen onder andere op, op de villa van Jan de Bouvry. En de andere 2 kinderen en de vrouw van Jan de Bouvry, Monique, die spannen nu volgende week een rechtszaak aan om te proberen dat beslag er weer af te krijgen. Dus er is heibel over centen. Het probleem met erfenissen is dat je natuurlijk heel erg nauwkeurig kunt regelen zelf. Dus we weten natuurlijk niet precies wat er in het testament staat of wat er verder geregeld is. Het enige wat we weten is dat er voor 2,6 miljoen beslag is gelegd. En dat dat het bedrag is dat kennelijk de oudste 2 kinderen van Jan uit een eerder huwelijk dan dat met Monique vinden dat ze tekortkomen. De villa van Jan de Bouvry, ja, fantastisch mooi ding midden in het Gooi. Ik ben er wel eens geweest, staat al een hele tijd te koop voor 10 miljoen. Helemaal volgehangen met kunst en andere waardevolle spullen. Gek genoeg is het nog niet verkocht. Ja, het is natuurlijk best duur, 10 miljoen. Aan de andere kant, je krijgt er wel wat voor terug. Ja, maar niet die kunst, want die neemt ze mee. Dus ja, het ziet er prachtig uit, dat huis. Een huis van 10 miljoen, mind you. En ja, daar ligt nu beslag op. En dat heeft er alles mee te maken dat die 2 oudste kinderen inzage willen in hoeveel hun vader heeft nagelaten. Dan zouden ze een kindsdeel moeten krijgen. Er moet vastgesteld worden hoeveel dat is. En als voorschot daarop hebben ze dus maar beslag gelegd. Nou, Monique is daar niet blij mee. Die is naar de rechter gestapt om dat beslag wat erop ligt er weer af te krijgen. Zodat ze die villa kan verkopen als er eindelijk een gegadigde is die er inderdaad 10 miljoen voor neer wil tellen. Dus ja, je ziet het bij dat soort families. Het gaat natuurlijk om veel geld. En dan is de kans op een strijd in de familie wel een stuk groter. Hij heeft 2 jonge kinderen waar hij meer contact mee had. De laatste jaren zeker natuurlijk. Jan en Bo. En ja, ik weet zeker dat die andere 2 kinderen die uit zijn eerdere huwelijk hem net zo lief waren. Maar die konden het niet zo goed vinden met Monique. Dus dat heeft wel eens tot incidenten geleid. Toen Jan 70 werd, was zijn eigen dochter niet welkom op dat feest. Een beetje eigenzinnige dochter die in het Gooi ook woonde. In een soort Pippi Langkous villa waar de bomen uit het dak groeiden, geloof ik. Dat was nog wel enig achterstallig onderhoud. En ja, een moeilijke verhouding. Maar ja, het is altijd zonde dat als je vader overlijdt, dat je er niet in een gemeenschap in goed overleg uit kan komen. Ja. Dus dat inderdaad weer een rechter aan te pas moet komen. En ze zijn de enige niet, zoals je zei. Nee, Anouk, jij hebt Monique vandaag nog gesproken? Ja, ik heb haar eventjes aan de telefoon gehad. Ze was onderweg van Barcelona weer terug naar Amsterdam. Deed nogal geheimzinnig over een heel leuk project. Dus ik hoop dat we daar later iets meer over kunnen vertellen. Daar ging het niet over. Nou ja, dat wilde ik natuurlijk alles van weten. Maar ze is met de cliënten aan het werk waar ze de naam niet van kon noemen. Mm-hmm. Volgende week is ze in Parijs en ze zegt, het is eigenlijk een familiekwestie. Ik kan er niet zoveel over zeggen, maar ik ben er wel verdrietig over. Maar ik wil gewoon, ik zit ontzettend lekker in mijn vel en ik wil de positiviteit blijven benadrukken. Maandag is niet leuk, maar we gaan zien wat daar... Zijn nog met die nieuwe meneer eigenlijk? Ja, ja. Is ook nog steeds samen met Otto Klein. Ja. En maandag weten we dus meer. Dan zal er 2 weken later wel uitspraak gedaan worden. En dan moet uiteindelijk de hele zaak nog worden opgelost. Of er nou beslag op die villa ligt of niet. Maar ja, die villa die loopt niet weg. Sterker nog, die staat al heel lang te koop.